terug op weer een nieuwe video van Darren Don. Want ja, weer een motorvlog natuurlijk op Twitter op de Wijk. En ik heb er nog afgesproken met Gerard van World Discoverer. En we gaan even naar wat bikes kijken vandaag. Want ik wil natuurlijk ook wel een tijdje een crossbike. En nou heb hij dus een paar winkels gevonden die dus best wel wat aanbiedingen hebben in wat oudere crossbike, weet je, jaren 80. En eerlijk, dat vind ik de mooiste crossbike. Zoals die Honda XL, het is een XL 600, XL 500. En dan moet je die goede hebben met de juiste mate banden. Want je hebt er eentje die heeft een grotere voorman. En het ziet er niet echt super mooi uit ofzo. Het maakt geen heel groot verschil qua rijden, maar het is wel gewoon lekkerder dan die de normale maat. Dan kijk ik ook nog. Ja, ik hoor het allemaal voor zo. Eentje langzaam rijden zo, het is echt gewoon een hele rit. Nou, het bosgebied is zo mooi hier. Dus we staan wel hier wel van die crossmotor winkels zitten. Crossmotor dealers. Kijk, dit is wel irritant. Ga er langs, Steve! Dik, mooie velgjes. Vers. Wat dit? Ja, die bikes zijn al wat ouder, maar ze zien echt super gladjes uit. En even van die kloten weg af. Zo pro. Oh dear. Wat buiker het is echt, of ik in het buitenland ben hier. Holy shit. Oh, ik dacht dat die echt was. Jezus Christus. Ik dacht dat dat echt was. Kut jongen. Maar net dus ook onderweg hier naartoe zond ik bij de benzinepomp even wat te drinken, want het ging vrij vroeg van huis weg, ik had een beetje dorst. Toen ik aan mijn motor, zag ik aan de overkant op de snelweg, zag ik een motor tering hard boeken. Echt gewoon serieus hard hard, met een smeersauto met zwaar lampen erop gaan. Dat was echt vet te zien. En wat gaf me dat? Maar die wezen steken toch meestal alleen in de avond over. Zoals die zwijnen en die herten. Of kan dat gewoon klaar liggen, dag, een uurtje of half één, gewoon even opsteken hier. Nou, ik weet zeker dat Brabantbiker dit ook wel verder had gevonden hoor, zo'n weg. Net op die Dyna, weet je wel. Die had ook wel van zulke weggetjes. Ik heb dus ook op internet gekeken naar die bikes. Zoals Marktplaats, Autoscout, want op Autoscout kan je ook gewoon motors zoeken, mocht je dat niet weten. Dan heb je een mooi foldertje kan je op klikken, of een mooie paginaatje kan je op klikken, motors. En dan kan je instellen hoeveel geld, hoeveel geld je nou wil uitgeven. Wat voor type je zoekt, en dan druk je gewoon op zoek en dan gaat hij voor jou een mooie rit regelen met achter die motors erop. We hebben gewoon een paar leuke op, misschien 800 euro. Best wel een geinige, een klein beetje werkerig. 600 cc. 1 cilinder. Kijk, dat vind ik leuk. Met van die dikke noppenbanden eronder, zo blaap blaap, en gewoon met kenteken en gewoon verlichting erop. Want Joey zegt ook, weet je Joey van de KTM, dat hij zo'n crossmotor wil. Maar alleen voor op de cross. Maar dan ben je dus verplicht zo'n karretje te hebben. Ik heb niet zo'n karretje of plek voor zo'n karretje. Kijk, ik heb dat wel, maar ik heb dat gewoon niet. Dus ik moet er gewoon naartoe rijden, crossen en weer naar huis rijden. Maar het is wel lekkerder om gewoon eentje te hebben voor alleen cross natuurlijk. Dan betaal je ook geen wegenbelasting en zo. Want dan staat gewoon stil en dan rijdt alleen op het gebied waar het mag. 6 minuten jongens, daar zijn we er. Skippity wap.
je waar nu naartoe? Links. De kraan! Wat is hier achter? Uit. Kijken waar deze auto is hier. Dikke shout-out naar SP Connect, anders was ik hier nooit gekomen. En het is 1 over 11. Dan ben ik netjes op tijd. Oké, dan ga ik hem even bellen, want voor mij zit er nog niet. En dan gaan we zo binnen even lekker kijken. Offroad Centrum en Enduro Bikes. Nou, ik heb het waarschijnlijk wel laten zien hoe het er binnen is, want ik had een klein beetje met mijn telefoon gefilmd. Maar wel hele mooie, zieke bikes, ook mooie geschiedenis eraan. Alleen wel een beetje overprijsd allemaal. Ik bedoel, ik ging even snel op internet kijken. Nou, vond ik dezelfde bike voor helft van de prijs. Toen nog aan die man, mag ik een proefritje maken? Een beetje mee gepraat en zo. Naar Gerard vooral. Want ik heb nooit echt als ik naar zoiets ga kijken, ik heb gewoon zoiets, ik vind hem fucking vet. Het meeste weet ik wel over zo'n bike, hoeveel ze zijn en hoe het werkt en zo. Maar ik wou weten hoe het voelde, maar ja, dat wou die meneer niet. Maar zei van ja, want ik kan jou hier wel laten voelen hoe zoiets rijdt. Maar ja, ga straks naar huis, ga op internet kijken, ergens of ik hem goedkoper kan vinden. Ik dacht, ja, dat was eigenlijk wel mijn idee inderdaad. Dus ja, dat heb ik toch maar niet gedaan en dat respecteer ik ook van die man. Dat is ook niet leuk. En nu gaan we naar de volgende motorshop. Motordealer. Even kijken naar nog een paar andere motors. En het was hier om de hoek, geloof ik. 8 minuten rijden. Wat is ik dacht natuurlijk, ja, dit zou echt een mooie plek zijn voor een verlaten gebouw. En er stond er een. Echt een mooie auto. Dus wie weet gaan we weer een keer terug hier naartoe. Nou, het weer is lekker geworden vandaag. Het was vanmorgen een beetje frissies. Misschien dat ik ook wel in een dorp willen wonen. In plaats van in een stadje wat ik nu doe. Nee, ik weet niet, Bummen echt een stad. Weet je, met alle winkels en zo is best wel goed te bereiken. Als je hier woont, waar doe je boodschap van? Ik heb niet echt een centrumpje gezien of zo. Het hier lekker. Joe. Maar wat we er eigenlijk aan het doen zijn? We zijn op zoek naar wat motors waarmee we naar het buitenland kunnen rijden. Kijk, het kan ook op een Harley,
Maar ja, wat je kan doen met je bike is erg gelimiteerd. En hoe noem je dat gelimiteerd? In het Engels is het limited. Goed, we gaan verder. Hey, what the fuck? Vieze schaat, joh. Maar ja, met zo'n oude off-road motor, weet je, het liefst jaren 80 natuurlijk, gewoon geen computers, gewoon een pure bike. Je kan gewoon echt, ja natuurlijk gewoon off-road, gekke terreinen pakken. Kijk, met mijn Harley, kijk, soms doe ik het wel, maar als ik in België zit of zo, dan doe ik dat liever niet, dan gaat die stuk. Als ik in België, zo'n off-road motor, dat beukt gewoon door. En je kan je helm zo er aan vastmaken, de koffers op. Hij is vrij groot, je staat echt heel relaxed. Rare rotonde met paarden erop. Rondje van de zaak. Welke straat? Welke straat? Moet ik even kijken waar het is? Op Google Maps? Is het iemand zijn inrit? Is het iemand zijn inrit? Ja, even kijken hoor. Nee, scheid. Het is gewoon een huis, man. Een wit huis. Denk je? Het is tegenover die gekke autodealer. Daar kunnen we sowieso heen, man. Ja, hè? Ik zit ook een pakje te kijken. Dan zijn we daar even heen. Ik wil even zoeken. Ja. Oké, nou, we zijn het witte huis blijkbaar. Maar ik beuk mijn motor hier wel even in. Nou komt hij met zijn auto. Hey, dit is dik ouwe. Is dit het niet gewoon? Want hij heeft ook motors binnen staan. Ik weet niet wat dat is. Dat is een Citroën vis of zo. Wat is het? Huh? Snoekerbek. Snoekerbek, ja. Die zijn echt fucking vet. Dat heb ook in cabrio, hè? Die zijn echt vet zeldzaam. Je hebt toch ook een station nog, dacht ik ervan? Ja, klopt. Zo, dat was weer een goed dagje, hoor. Je weet hoe de glans voor me. Kijken. Ik denk dat ik nou al weet wat ik wil. Ik moet even sparen. En dan hebben we een dikke tourbike. Ja, tourbike. Gewoon een all-terrein ding. Dus als we gewoon urbex, dan kunnen we ook gewoon met de motor gaan. Dat scheelt ook weer veel natuurlijk. Hebben we geen last van files. Dus dat wordt echt tof. Dus we gingen net eerst gingen we zoeken naar een motordealer voor off-road bikes. Nou, daar komt er voor mij helemaal niks van. Van het Google. Want dat stuurt ons op even iemand zijn normale huis. Gewoon een normaal woonadres. Toen zijn we maar daar tegenover naar zo'n autowinkel gegaan, een autodealer. Met allemaal klassieke auto's, oldtimers. En er stond een Mercedes binnen. Ik heb ervan gehoord, ik heb het gezien op video's. Hij stond daar dus daar binnen. Dat is een Mercedes. Die de versnellingsbak andersom in elkaar heeft gezet of zoiets. Waarom dus de eerste versnelling zit eigenlijk op de plek van de 2. De 2 zit op de plek van de 1. En dan zo dus de hele tijd daardoor. Alles dat dus aan de andere kant. Vond ik vet, ik heb er foto's van gemaakt. En ook de foto's van die wieler heb ik op Insta geplaatst. Of ja, die zou ik op Insta plaatsen. Wat ik doe, ik pak meestal eerst een video en als de video online is, en ik pak dingen op Insta. Ja, ik vind het wel lekker hoor, wat meerdere voertuigen hebben. Blijft deze ook lekker goed. Want er niet al
al te veel mee gereden, dat is ook wel lekker. Dan heb je zo als een kilometer vol. Maar goed mensen, ik ga nou gewoon lekker naar de terugweg. Vond je dit een leuke video? Hit dan die like button. Subscribe om bij het Iron Team te horen. Om veel mensen proberen een Iron Familie te creëren hier ook. Kom maar bij. En voor extra content kun je natuurlijk ook altijd de Instagram volgen. Mensen, ik zeg de mazzel. En tot de volgende keer.